kniegewricht verbindt het bot van het bovenbeen met het bot van het onderbeen. Op de uiteinden van de botten zit een laagje kraakbeen. Dat kraakbeen is normaal heel glad, zodat uw knie gemakkelijk kan buigen, draaien en strekken. Bij artrose is het laagje kraakbeen dun en onregelmatig geworden. Ook is het slijmvlies binnenin de knie bij artrose vaak ontstoken. Door deze veranderingen kan het gewricht pijn doen en beweegt het minder soepel. Artrose van de knie begint met pijn en stijfheid in de knie. U merkt dit vooral wanneer u na rust weer in beweging komt. Bijvoorbeeld wanneer u 's ochtends uit bed komt of na een tijdje zitten weer opstaat. Ook als u de knie extra zwaar of extra lang belast, kunt u pijn voelen. Zo is traplopen vaak gevoelig. De klachten bij artrose zijn wisselend. Het ene moment kan lopen pijnlijk zijn, het andere moment gaat het weer goed. Bij artrose kunnen uw knieën er op den duur anders uit gaan zien. Er kan extra bot groeien aan de randen van het kniegewricht en uw knieën kunnen ook wat makkelijker opzwellen. De huisarts kan artrose meestal aan uw klachten herkennen. Artrose is niet altijd te zien op een foto. Andersom is op een foto soms artrose te zien terwijl iemand geen klachten heeft. Het maken van een röntgenfoto heeft dus weinig zin. Als u last heeft van knieartrose, is het belangrijk dat u uw knie oefent en actief blijft bewegen, liefst een half uur per dag. Zo zorgt u ervoor dat uw knie zo soepel mogelijk blijft, de spieren rondom uw knie sterker worden en u de inspanning langer kunt volhouden. Als u door de pijn niet goed kunt bewegen, kunt u een pijnstillende gel op het gewricht smeren of paracetamol gebruiken om de pijn te verminderen. U kunt eventueel ook een NSAID nemen, zoals ibuprofen, naproxen of diclofenac. Soms kan uw huisarts een knieinjectie geven met een ontstekingsremmer. Dat kan de pijn voor een aantal weken verminderen. Met minder pijn lukt het vaak beter om te bewegen en om oefeningen te doen.